Dag Irijn. Vandaag een feestje bij jullie in de straat hier, hè? Ja. Wat gebeurt er precies? Ja, Georgien 100 jaar he, vandaag. Ja. En hoe lang kent u Georgien zelf al? Ik ben bijna 67. Ze is 62 jaar bevriend geweest met mijn moeder. De dinsdag kwam ons moeder naar hier. En de donderdag kwam Georgien bij ons moeder. Ja. Een vinnige dame nog voor haar leeftijd? Ja, heel vinnig. En... nog goed. Ja, ja. Ja, nog beter als wij. Ja, ja, ze weet nog alles, hè? Ja. Ja, 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 ja. Dag Georgien. Proficiat, 100 jaar. Dank je. Wat doet dat met een mens zoiets 100 jaar worden? Daar kan ik niet veel op antwoorden. Ik leef nu heel lekker zo ben. Ja? En wat heb je daarvoor speciaal gedaan om 100 jaar te worden? Wat is het geheim daaraan? Geheim heb ik er al niet, hè. Dat ik eet en doe gelijk als ander beetje. En hoe voelt u nu? Redelijk goed. Goed. Marina, een van de 7 kinderen hier van onze 100-jarige. Ja. Tevreden dat de mama zo oud al geworden is, ja zeker. Hè. Inderdaad. Hey. Inderdaad. En ze is nog heel goed, hè? Ja, ze is nog goed. Ze is nog goed. Ja. En ze wordt heel graag gezien door haar kinderen. En we komen alle dagen allemaal naar huis. Ja. Is dat de oudste zus? Ja, ja. Ook waarschijnlijk een tevreden iemand, hè? Ja, zeker. Zeker en vast. Ze mag er nog 10 jaar zeker bij doen. Minimum, hè? Ja. Zo te horen, een toffe madame precies geweest, hè? Absoluut. Hey, toch? Absoluut. Ja, ja. Altijd bereid voor een babbelken. Ze passeert niet veel met haar tasken. Zij was dan jonger als wij. 45 jaar. Ja, 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 natuurlijk. Dus dan ja, 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 ja. 55 ja. jaar. En een beetje tevreden dat de mensen hier een feestje houden voor u in de straat? Want iedereen is blij dat je 100 geworden bent. Hè? Ja, dat is zeker niet. De geburen. Van de geburen, dat is helemaal niet. Ja. En wat is het mooiste, wat is u het meest bijgebleven in uw leven, nu dat u 100 jaar bent, wat is u het meest bijgebleven? Want u hebt wel zware jaren meegemaakt ook, hè? Ah ja, met 7 kinderen. Een kinderen en een kleinkinder, zeker ja. In boeken. Dat ben ik niet zo geweest, hè. Ja. En nu vandaag nog een glaasje drinken waarschijnlijk? Ja, 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 we gaan straks een glaasje drinken, een stukje taart eten en dan in april geven we de feest. Wat? Met de corona moeten we een beetje voorzichtig zijn. Ja. Mooie vooruitzichten blijkbaar. Inderdaad. Ja.